like deze video met je rechterhand als je van honden houdt. Maar als je zoiets hebt van, nee, ik vind katten leuker, like hem dan met je linkerhand. Op dit moment ben ik lekker aan het fietsen hier in Brookhaven. Het is een hele mooie en prachtige dag. En wacht eventjes. Wat hoor ik? Volgens mij komt het hier van dit huis af. Oké, ik kom eventjes kijken. Hey, dit is Sarah. Sarah? Oh nee, wat is er? Waarom huil je? Ik ben mijn kat kwijt. Hij is vanmorgen weggerend en sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Oh nee, wat erg, Sarah. Is er iets wat ik kan doen? Wacht, misschien kan ik je hem helpen vinden. Hoe heet je kat en waar heb je hem precies voor het laatst gezien? Oh, dat zou heel fijn zijn. Zijn naam is Fluff and Puff. Hij is een witte kat. En het laatste dat ik hem heb gezien is in de tuin. Wacht, volg mij. Oké, ik kom achter je aan. Hij is deze kant op gelopen en toen hier zo over het hek heen gesprongen. En dan is hij door dit hek heen gegaan en hij is overgestoken naar de buurman. Normaal gesproken komt hij altijd terug voor lunch, maar nu niet. Dat is wel heel erg en dat is genoeg reden om hem te gaan zoeken. En trouwens, je hebt een ijsje in je hand. Hij begint te smelten. Waarom eet je die niet op? Oh, ik vind het echt heel lekker, maar ik ben veel te verdrietig om het te eten. Maak je geen zorgen, Sarah. Ik ga echt mijn best doen om Fluff and Puff voor je te vinden. Oké. We hebben nu dus een mysterie. Het is het mysterie van de verdwenen kat van Sarah. Hij heet Fluff and Puff, hij is wit, maar waar is die? Het eerste wat Sarah heeft gezegd is dat Fluff and Puff hier de weg is overgestoken. Dus ja, het beste is om gewoon dit pad ook maar eventjes te volgen. En ik denk dat het goed is om even langs te gaan bij de buurman. Want misschien heeft hij hem wel gezien. Dat zou nog best kunnen. Ik ben benieuwd wat hij hierover te zeggen heeft. Dag meneer. Ik heb een vraagje. Ik ben namelijk op zoek naar een fluffy kat. Ik ben deze kwijt. Heeft u deze misschien gezien? Nee. Een witte kat heb ik niet gezien, helaas. Oh, oké. Super jammer. Nou ja, dank u wel. Doeg. Oh, super jammer, jongens. Het loopt nu gewoon dood, want hij heeft geen idee waar de fluffy witte kat naartoe... Wacht eens eventjes. Ik heb helemaal niet gezegd dat de kat wit is. Er klopt iets niet. Misschien weet deze buurman iets meer dan we denken. Maar ja, nu heb ik hem al gesproken. Hij is wel heel verdacht. Misschien kan ik hierachter verstoppen en dan kunnen we hem eventjes bespieden. Laten we kijken wat hij aan het doen is. Oh, ik zie hem zitten hier zo op de bank, jongens. Hij kijkt tv, maar dat is niet heel speciaal. Oh, hij staat op. Wacht, gaat hij naar de keuken of... Oh, hij gaat de deur uit. Hij is aan het rennen, maar waar gaat hij naartoe? Hij loopt nu naar beneden. Oh, oké, wacht, ik moet even snel achter hem aan. Waar gaat de buurman naartoe? Oh ja, ik zie hem daar, jongens. Hij loopt nu naar het park. Oh, oké. Ik vraag me af of hij de kat daar misschien ergens heeft verstopt. Wat is er in het park? Het beste is om daar nu gewoon achteraan te gaan. Ik vind hem nu wel een klein beetje een engert. Want straks heeft hij de kat gewoon ontvoerd. Nou, waar is die? Huh? Hij is verdwenen. Ik snap er eventjes helemaal niks van. Hoe kan dat nou? Hij stond hier net nog 2 seconden geleden. Wacht, misschien is hij ergens in de verte. Laten we hier zo kijken. Nee. Ik zie niemand hier. Misschien hier in dit hoekje? Nee? Ook niet. Helemaal leeg. Hoe kan hij nou zo snel ineens verdwenen zijn? Hey, hier is iemand. Misschien heeft hij hem wel gezien. Hallo! Ik ben op zoek naar een man. Heb je misschien toevallig iemand hier zo lang zien komen? Nee. Ik heb echt geen idee. Dat is jammer. Nou, dan loopt het hier dood. Wacht even. Hey, nee. Ik heb nog wel een hele goede vraag. Heb je toevallig misschien een kat gezien? Ja. Die heb ik absoluut wel gezien. Echt? Maar, hoe zag die eruit? Wat voor kat was het? Nou, het was een witte kat en hij was best wel fluffy. En daarna is hij naar de glijbaan gegaan. Kijk maar, hier zo. Hij klom erop en toen is hij er helemaal van afgegleden. Maar toen was er wel iets heel ergs gebeurd. Want hij heeft zichzelf pijn gedaan. En toen moest hij naar het ziekenhuis. Oh nee, wat ontzettend erg. Wat zielig. Dus Fluff and Puff is in het ziekenhuis. Ik hoop maar dat hij oké is. Heel erg bedankt, lief jochie. En ga maar lekker doorschommelen. Oké, dankjewel. Geen dank hoor. Doeg. Oh, hij is echt super schattig. En hij heeft me heel veel informatie gegeven. Dus we kunnen weer door. Ik ben echt heel erg benieuwd naar of het allemaal wel oké is met hem. Ik maak me ook wel echt heel veel zorgen over hem. Het goede nieuws is dat we nu dus wel weten waar hij is. Gewoon in het ziekenhuis.
ziekenhuis. Dus dat zal Sarah vast heel fijn vinden. Dag mevrouw. Hallo, dag. Ik ben op zoek naar een witte kat genaamd Fluff & Puff. En als het goed is, is zij hier in het ziekenhuis terechtgekomen. Oh, die witte fluffy kat. Ja, ik weet waar je het over hebt. Hij is helemaal oké. Het was geen erg ongeluk. Alleen, er is wel één probleempje. We wilden een x-ray van hem nemen, maar hij is ineens verdwenen. Ik weet eerlijk gezegd niet waar die is. Het spijt me. Oh nee, wat erg. Nou ja, wel goed nieuws natuurlijk dat Fluff & Puff oké is. Het enige probleem is dat we dus nog steeds niet weten waar die is. Dan ga ik gewoon maar eventjes bij de x-ray room kijken. Misschien ligt die daar gewoon ergens. Ik weet het niet. Oh, hier is x-ray. Nou, hallo? Hallo? Ik zie geen kat. Als ik een kat was, wat zou ik dan doen? Oh ja, ik zou natuurlijk willen verstoppen. Maar niet in de x-ray machine. Dat is hartstikke eng. Daar wil ik juist uit. Ik zou hierachter verstoppen. Oh, ik ben ineens door de muur heen gegaan. Er is hier een geheime kamer. Dit is natuurlijk de perfecte verstopplek voor een kat. Fluff & Puff. Hallo? Ben je hier? Vliegende kat. Ik zit nu in een hele spannende donkere kamer. Het enige is, ik zie geen kat. Misschien is die onder het bureau gekropen. Hey! Ik zie hier een knop. Misschien heeft hij daar wel per ongeluk op gedrukt. Oh, wow, waar ben ik aangekomen? Oh, jongens, zien jullie al die katten? Oh, er zijn ineens katten en die waren weer verdwenen. Wacht eens eventjes. Is dit een soort van katteneiland? Dit is zo apart. Hier is een hele mooie grijze kat genaamd Brianna. Misschien weet zij wel waar Fluff & Stuff is. Brianna, kan je mij vertellen of je een witte fluffy kat hebt gezien? Waarom vraag ik dit eigenlijk aan een kat? Die kunnen natuurlijk niet praten. Ik zie hier een witte kat, maar die heeft zwarte vlekjes. Dit is een hele schattige bruine kitten, maar dat is hem ook niet. Oh, deze kat doet trucjes. Zo schattig. Jamila, wel eventjes gefocust blijven op ons onderzoek natuurlijk. Waar is Fluff & Puff? Ik weet het. Misschien is er iemand in dit huis die weet waar hij is. Witte kat. Het is best wel stil hier binnen. Ik weet het niet hoor. Ik heb het gevoel dat we misschien geen kat hier kunnen vinden. Oh, hier is een witte. Oh, hij is lekker aan het spelen. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ik zie dat dat Fluff & Puff is. Dus dat is het gewoon. Fluff & Puff is expres naar het ziekenhuis gegaan om vervolgens naar de kattenwereld te teleporteren. Hij is echt slim. Fluff & Puff, volg mij. Kom. We gaan naar huis. Let's go. Oh nee, hij luistert niet. Maar ik heb een ideetje. Als hij alleen maar wil spelen, dan wil hij misschien ook met dit spelen. Fluff & Puff. Kom dan, volg mij maar. Ja, wat supergoed. Hey, dit werkt. Oh, dit is echt geweldig. Misschien kan ik mijn laserspeeltje ook eventjes doen. Oh, daar wordt hij helemaal wild van. Ja, hij rent er echt supersnel achteraan. De portal, daar zijn we ook uitgekomen. Nou, kom Fluff & Puff, het is tijd om terug naar huis te gaan. Let's go! Wauw, daar zijn we dan. Oké, Fluffy, we gaan snel naar buiten. En we gaan Sarah natuurlijk super blij maken. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik nog één kleine stop maken. Sarah, kijk eens eventjes wat ik heb gevonden. Je hoeft niet meer te huilen, Sarah. Want ik heb Fluff & Puff hier zo. Yes! Oh, ik ben zo ontzettend blij. Maar waar heb je hem gevonden? Nou, Sarah, als ik je dat vertel, zal je me never nooit geloven. Oh, weet je, het geeft ook helemaal niet. Ik ben gewoon zo blij dat ik hem terug heb. Dank je wel. Geen probleem, ik heb het alle liefde gedaan. Maar ik heb nog wel één allerlaatste verrassing. Namelijk een ijsje. Yay! Oh, wat ontzettend lekker. I love it. 10 second wrap out. Eduardo en Shania, Jessie, Gekkie, Eliana, Cassandra, Maaike, Broek, Anouk, Luna en Felana, Kenza, Sonja, Alexandra en Rashara, Happy, Peppy, Lola en Kimberly, Hey Lara. Klik op deze video hier zo als je lekker door wilt blijven kijken op mijn kanaal. En wil je kans maken om in de 10 second wrap out van volgende week te komen, dan hoef je alleen maar eventjes een reactie hier onder deze video achter te laten met het woordje wrap out. Wie weet zie je en hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!